jongens, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer aan de slag op onze boerderij en we hebben veel dingen te doen. De vorige keer heb ik afgesloten met dat ik de graspollen of de grasbollen of hoe je ze ook noemt, ik weet even niet hoe je ze noemt, die heb ik bij de schapen neergezet om schapen te kopen. En uiteindelijk heb ik ook nog een wals gekocht om het gras te walsen, om het te laten groeien. En dat heb ik ook nog even gedaan. Maar wat ik jullie wil laten zien, is onze nieuwe schapen. Kijk, daar staan ze al. Het heeft ons 25.000 euro gekost om schapen te kopen. Even kijken, even een hopje maken. En daar staan ze hoor. De schapen. Ja, kijk eens, ze zijn hartstikke blij hoor. Ze zijn hartstikke gezond, 100%. We hebben 65 schapen. Is toch niet normaal? Kijk, hier heb je dan het gras. Hier heb je dan het water. Hup, en dan gaan we eroverheen. En dan heb je hier het voer, wat we allemaal natuurlijk hebben opgeraapt. En dan heb je hier, die lampen hier, dat zijn warmhoutlampen. Waardoor de schapen ook in koudere periodes het goed warm hebben. Ja, en dan hebben we het toch goed gedaan, hè. En dan heb ik hier de klaastrekker neergezet. En dan kijk eens aan, jongens. De eerste wol is al een feit. Ja, leuk. 395 liter. Hier heb ik de verrijker neergezet. En ik zie dat ik nog wel eventjes de vork naar beneden moet doen. Onze nieuwe kas, die heeft ondertussen al 1500 liter sla opgeleverd. Nou, dan ben ik alleen nog maar benieuwd wat de sla daar oplevert. En dan verwacht ik dat het 500 liter meer is. Dat verwacht ik. En ik heb nog gelijk ook 2000 liter. En daar 2000 liter, dat is lekker. Wat dat betekent dat we gewoon 5500 liter hebben. Oftewel, maal 2000 euro is al 11.000 euro wat we nu geproduceerd hebben. Maar dat betekent wel, dat geld hebben we nog niet. Dat kunnen we alleen gaan verkopen in februari. Want dan is het de sla het hoogst. En hier hebben we ondertussen onze honing. Dat is al 2400 liter. Dat levert ook nog eens een keertje 2000 euro per 1000 liter op. Dus met andere woorden, we hebben ook weer 4800 euro daaraan. De wol is ook nog 2000 liter. Met andere woorden, we hebben al 17.500 euro verdiend. En dat zitten we pas in de eerste paar maanden. De zonnecollectoren, daar verdienen we ook per uur geld aan. En dat is lekker. Maar wat ik nu ga doen, is we moeten eventjes naar de winkel. Waarom moeten we naar de winkel? Omdat we onze sla en onze honing, die moeten we gaan opladen op een trailer. Dus ik start in. Ja. En ik vind het gewoon leuk om alle lampen aan te doen, inclusief de zwaailampen. En dan gaan we nu richting de winkel om een trailer op te halen. Althans, trailer op te halen, trailer te kopen. Ik hoop niet dat ze al te duur zijn, maar we gaan het zo meemaken. En in de winkel aangekomen zie ik dat ik naar de balenverzamelaars moet. Waarom moet ik naar de balenverzamelaars? Omdat daar maar één aanhangwagen staat die een beetje voldoet aan mijn wensen. En dat is de Farmtech DPW 1800. Maar die kost 19.500 euro. Wat een geld! Maar we hebben hem nou eenmaal nodig, want we kunnen niet met de verrijker iedere keer heen en weer gaan rijden naar de winkel of naar de verkoopplaats. Nou ja, ik moet dit toch echt doen? Ja, we gaan voor de Farmtech DPW 1800. En dan zien we standaard aanbouw. Nee, nee, hier hebben we niks aan. Nee, we gaan. Dan kunnen we ook nog een kenteken doen. Dus we doen deze uitvoering. En dan gaan we. Ja. Ja, dan gaan we hier natuurlijk aanhang van maken. Aanhanger. Aanhanger. Mooi. Dan gaan we hem kopen. 19.500 euro. Ja, het is even niet anders. 19.500 euro. Dan gaan we hem nu ophalen bij de winkel. En daar staat hij. 19.500 euro. We hebben nog 920 euro over. Maar wat een joekel, joh. Kijk dan. Wat een ding, joh. Oh, dit is wel heel mooi, hoor. Maar daar staat hij. Daar staat achter onze klaastrekker. En daar gaan we dan ook even heen. We stappen in. We
zetten de verlichting aan, inclusief de zwaailampen. En rijden we achteruit. Koppelen we hem aan. Kijken of er verkeer aan komt. Nee, er komt geen verkeer aan. Ja, knipperlicht aan. Ik zie dat we een knipperlicht hebben in de achterlamp. Zie je dat? En dan doen we de knipperlicht. Het knipperlicht doen we uit. Niet de knipperlicht, het knipperlicht. En ik hoor dat er een... ik wou net zeggen. Ik hoorde hem. En dan gaan we terug naar de boerderij. Ja, en als we naar onze boerderij rijden en dan... Kijk eens naar die bomen, jongens. Wat een schitterend uitzicht. Ja, dan ben ik blij dat we onze hoeven zo tussen die bomen hebben neergezet. Knipperlicht uit. Dan gaan we naar links. Ja, vind ik toch wel heel gaaf, hoor. Absoluut. En kijk, die schapen, die staan er ook mooi bij. Oh, 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 oh. Wat ga ik doen met de trailer? Want die heeft een as waar ik niet zo goed mee kan rijden. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik probeer het nog eventjes. Ja, ik ga eerst even naar die kas toe rijden. Dan doe ik het zo. Dit moet ik ook nog allemaal mooi maken. Maar we hebben er gewoon simpelweg geen geld voor. Ik moet geen scherpe bochten maken met deze jongens. Dan stap ik uit. Dan ga ik naar de verrijker. Hup. En dan gaan we even kijken wat de beste manier is om die sla te pakken. Want ik denk dat ik ze dan per 3 ga stapelen. Waarom? Ik heb zo het gevoel dat ik ze per 3 moet stapelen. En dan zit ik er gewoon naast. Oh jongens. Oh heerlijk. Omlaag. Even kijken hoe ik dat moet doen. We worden nog wel een keertje professional hoor. Bij aflevering 20. Ja, aflevering niet tegen de kassa rijden. Zou zonde zijn. Aflevering 20. Dan weet ik in ieder geval niet wat we moeten doen. Hoe we het moeten doen. En nu is het allemaal nog nieuw, hè? Ja, naar beneden. Waarom gaat het nou niet zoals ik wil? Ja, zet me neer. Terug. Oh, dat is ook niet helemaal stevig, jongens. Hè? Dan rij ik rustig achteruit. Ja, dan ga ik naar de trailer toe. En dan hoop ik dat ik het daar neer kan zetten. Ik denk wel dat die heel mooi staat. Zo toch? Ja. Mooi. Dan gooien we er even een spanbandje omheen. Nee, een spanbandje, zei ik. Spanbandje, kom maar. Ja. Oké, dan stappen we hierin. Oh, die zit ook niet echt... Die zit niet lekker vast. Maar hij zit in ieder geval vast. Zouden we dan daar ook een... We gaan het gewoon... Ik ga het gewoon zo neerzetten, zo. Want ik wil helemaal niet ver rijden met dat spul. En dan zetten we de honing achterop. Ik denk dat dat wel verstandig is. Dan stap ik uit. Dan ren ik nog eventjes snel naar de verrijker toe. Ja... Heerlijk. Hupsiekidee. En dan hebben we de eerste taak voor november alweer gedaan. Er is niet veel te doen. Maar dat heb je altijd als je een kleine boerderij bent. Ho, ho, ho. Doe toch eens rustig. Kunnen we hier langs? Zo. Ja, kunnen we langs. Rijden we zo goed. En dan... Waarom gaat het nou niet? Ja, dan doe ik die omhoog. Doe ik die daarop. Terugrijden. Ja. Die. Naar beneden. Omhoog. En dan heb ik... Dan rij ik iets weer terug. Want dan beschadig ik onze kas niet. Als het goed is. En dan heb ik per 3. Oeh. Oeh, rustig, rustig. Zag je hem bijna? Zag je... Oeh. Goed, rustig aan. Dit is wel precisiewerk, jongens, dit. Even kijken, want dan gaan we eerst eventjes eroverheen klimmen.
Nou, laat maar los. Spanband losmaken, jazeker. Even eroverheen. Stappen weer even in. Oh, step maar neer. Oh, dan staat hij perfect. Oh, jongens, wat een geluk. Dan ga ik eventjes via deze kant rijden. En dan pak ik er 3. En dan laat ik die 2 staan. Want het heeft helemaal geen zin om 2 op te pakken. Zo. Rij maar naar de volgende. Ja. Neerzetten. Wat een werk is dit, jongens. Foei. Of als jullie... Oh, oh. Of als jullie zeggen van, nou, zo moet je dat doen. Poeh. Hoe doen jullie dat? Laat mij dat even weten. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want dit is tricky. Ik doe het heel rustig, heel langzaam. En dan vind ik het wel tof dat ik nu een Klaas Trekker heb en een Klaas Verrijker. Dat ik dat van hetzelfde merk heb. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat ziet er toch een beetje stijlvol uit op een of andere manier. Niet te ver van de... Oh, jongens. Gaat helemaal... Oh, wat een ellende dit, jongens. Ik dacht dat het makkelijk zou gaan. Uitstappen, spanband eromheen. Spanband. Hier kan geen spanband omheen. Verdik me. Oh, dan staat hij helemaal niet vast. Oh ja, die staat... Nee, die staat niet vast. Die... Oeh, jongens. Dit wordt weer helemaal niks. Dan, het is... Oeh, jongens. Dan zet ik de honing achterop. Dat ga ik doen. Als tegengewicht. Ja. En dan hoop ik... Kan ik dit in één keer meenemen, denk je? Oeh, wat een geluk. Dan gaan we heel rustig rijden. Want dan kunnen we dat in één keer achterop zetten. Oh, ik vind het nog... Jongens, waar zijn we mee bezig? Oh. Ja? Ik vind het nog serieus wel moeilijk, moet ik zeggen. Opperste concentratie. Ho, doe maar terug. Opperste concentratie. Ik zat weer tegen de trailer aan. Ja, perfect. Zet maar neer. Ja. Uitstappen. Spanband. Spanband. Perfect. En dan kan hier niks mee gebeuren. En dan zet ik deze terug. En dan is deze taak in ieder geval volbracht. En mochten we dan geld nodig hebben... Oh, jongens, we hebben er weer geld bij. Het is weer... oh, kijk, we hebben alweer 2660 euro. Ja, stap maar uit. Dan rennen we terug naar... onze trekker. En dan gaat de honing ook wel goed. Oh, kijk eens. Oh, hey, wat grappig. Kijk, en er wordt gelijk aangegeven hoeveel... Oeh, zag je die... Zie je die as? Dan wordt er gelijk aangegeven hoeveel... Je hebt, dus je hebt 3500 liter sla. En je hebt 2400 liter honing. Oh, 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 oh. Wat een bocht ook weer, jongens. Foei, 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 foei. Oké, dan zetten we voor nu. Even kijken, gaat dit wel goed komen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Zo. Koppel hem maar los. Ja, dan kan die ook nergens heen als het goed is. En dan hebben we de eerste taak voor november volbracht. En kunnen we dan nog wat doen? Ik ga eventjes kijken. Ik ga even kijken. Even kijken. Hoeveel water heeft de... Ja, die heeft 18.000 liter. Deze heeft 18.000 liter. Dus we hebben 2.000 liter. Ja, 14, dus 2.800. En deze heeft... Ja, dus we kunnen water gaan halen. Dus wat we gaan doen is... We gaan de watertank aankoppelen. En dan gaan we even water halen. En dan zijn alle taken... voor november alweer gedaan.
En dan was het een korte dag in november. Maar dat maakt het niet minder leuk. En ik denk dat we dan gelijk kunnen doorspoelen. Want december... Ja, zal ook niks doen. Het gras kunnen we niet maaien. We hoeven de schapen eigenlijk geen eten te geven. Maar ik zal nog zometeen eventjes die schapen eten geven. Zodat we in ieder geval weten dat, dat ze genoeg eten hebben voor de komende 2 maanden. Want ze zijn nu al... Ja, ze staan er nu al deze maand en hebben nog geen grasbal op. Dus als ik er 3 neerzet, moeten we het zeer zeker kunnen redden tot en met januari. Misschien wel februari. Ja, maar dan hebben we nog geen gras, hè. Dus, het wordt eng. En ik ga nu bijvullen. Want misschien dat we in de wintermaanden geen water kunnen halen. Ik weet niet of dat zo werkt. Maar 3000 liter is een feit. Oh, wat gaat dat hard, jongen? 4000 liter is een feit. 5000 liter is een feit. Ja hoor. 75%, 80%, 90%. Komt-ie. En we gaan alvast rijden, want 7300 liter zit er in onze tank. En dan gaan we terug naar de boerderij. En dan gaan we eerst even de tuinkassen bijvullen. Door die mooie bomen. Kijk dan. Ik vind het echt een heel mooi uitzicht. Wauw. Ja, die bomen wil ik dan ook wel laten staan. Mits we ze in de toekomst gaan kappen natuurlijk, hè. Voor hout. Of we gaan zelf bomen laten groeien. Dat kan ook nog. Zo, dan gaan we hier rustig naar rechts. En dan kunnen we helemaal niks meer doen met 2660 euro. Dus mochten we nu iets willen gaan doen, dan gaan we een lening afsluiten. Ja, dat kan gewoon niet anders. En ik weet niet of dat verstandig is. We gaan eerst even naar deze. Hop, ja. We jumpen de berg op. Vul maar bij. Dit zal niet veel zijn. Nee, dat dacht ik al. Hij is klaar. Dan rijden we naar deze. Even goed zo, ja. Rij maar achteruit. Vul maar bij. En dan zal deze ook helemaal vol zitten. Dan hebben we nog 4547 liter in onze tank. En die gaan we dan bij de volgende neerzetten. Dan hebben we deze 2 tuinkassen. Hebben dus 20.000 liter aan water. Ja. Zo. Vul maar bij. Dus ik hoop dat het er allemaal in kan. Nou, als het er niet in kan, maakt het ook niet uit. Oh, dan hebben we nog 1058 liter over. Maar dat kunnen we dan de eerstvolgende keer erbij plaatsen. Dus dat is lekker. Dan zetten we deze eventjes terug. Zo. Dan is het gras aan het groeien alweer. Want die hadden we gewalst. Dan zijn de schapen... Zijn bezig om wol te produceren. Nou, kom op. Je kan er wel recht terug. Oh, dat gaat helemaal niet goed, jongens. Dan is de sla aan het groeien. Dan hebben we de sla al op de aanhanger gezet. Dan is de honing ook bezig om groter te worden. Die staat ook al op de aanhangwagen. Ja, dan moeten we alleen nog even kijken wat we kunnen gaan investeren. Of we de sla die nu op de, trailer staat... Want die hebben we dus ook nog gekocht. Of we die dus gaan verkopen of niet. Want dan hebben we weer wat centen. Maar met 10.000 euro kan je niet zoveel. Dus voor nu gaan we eerst naar de maand december. En dan sluiten we hem af. En dan is het een hele korte uitzending. Maar dat geeft niet. Want we komen weer terug de volgende keer. Dus voor nu, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.